Vanaf 17 december 2018 is Patrick Welman de nieuwe burgemeester van Oldenzaal. In de Hofkerk werd hij welkom geheten en geïnstalleerd. Mag ik dan nu de griffier vragen het koninklijk besluit voor te lezen? Wij, Willem-Alexander, bij de gratie gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Besluit van 23 november 2018. Hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 17 december 2018 te benoemen tot burgemeester der gemeente Oldenzaal de heer Dr. Anders Patrick Welman uit Enschede. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Wassenaar, 23 november 2018. Geachte aanwezigen, gemeenteraad, college, maar vooral ook beste Patrick en Manon en ook jullie kinderen, Guus en Loes. Gefeliciteerd, een bijzondere dag. Papa wordt burgemeester. Ja, Oldenzaal zocht een energieke en verbindende bestuurder. En een lobbyist die het carnavalsfeest absoluut een warm hart toedraagt. Nou, geachte raad, geachte college, geachte inwoners van Oldenzaal, volgens mij heeft u gevonden wat u zocht. En dan is nu ook het moment aangebroken, Patrick, om officieel beëdigd te worden in jouw ambt als burgemeester van Oldenzaal. En ik wil jou en als Manon het op prijs stelt, zo nodig ook samen met de beide kinderen uitnodigen om daar te komen staan. Dan kom ik naast jou staan en dan wil ik jou straks uitnodigen om de eed uit te spreken. Ik zweer dat ik om tot burgemeester benoemd te worden, middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Patrick Welman, wat is op je antwoord? Zo waarlijk helpen mij God, almachtig.